Ik ben Stephanie Broek en ik werk als Fashion Features Editor voor Glamour. Duurzaamheid speelt een vrij grote rol in mijn werk. Glamour heeft begin van dit jaar besloten om 10% van de content duurzaam te maken, of zo groen mogelijk. Dus ik let altijd wel heel erg op of er genoeg groene merken in het blad worden meegenomen. Ik vind het belangrijk om duurzaam bezig te zijn, omdat ik denk dat modebladen in het algemeen wel een voorbeeldfunctie hebben. Dus wij laten eigenlijk zien wat er op de markt is. Wat ik heel mooi vind aan de Armed Angels is dat ze dus laten zien dat er alternatieven zijn. Dus dat je betaalbare kleding kunt kopen die en goed is geproduceerd. Dus onder veilige omstandigheden van mensen die een goed loon hebben gekregen. En dat er duurzame materialen zijn gebruikt. Wat ik ook heel mooi vind aan de Armed Angels is dat ze... En bij mond klinkt dat misschien heel raar, maar ik vind het heel leuk dat ze niet per se voor mode gaan, maar veel voor tijdloze klassiekers waar je jarenlang mee doet. En ik denk dat dat de basis zou moeten zijn van ieders garderobe. Dat je gewoon hele mooie basics hebt waar je misschien 10, 20, 30 jaar mee doet. Op de website van Armed Angels staat regelmatig een interview met bijvoorbeeld een katoenboer of een textielarbeider, waardoor je ook de mensen erachter veel meer leert kennen. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor iedereen. Is dat we niet meer alleen het kledingstuk zien dat we kopen en dat we dragen en waar wij heel blij van worden. Maar ook dat we zien hoe dat gemaakt is. En dat ik denk dat dat er ook aan bijdraagt dat je zo'n kledingstuk met veel meer plezier draagt. Omdat je weet dat het goed gemaakt is. Het hoeft niet lelijk te zijn. Je kan er net zo mooi uitzien. En waarschijnlijk heb je nog veel meer plezier van het shirt. Want vaak zijn de materialen ook veel zachter omdat er veel minder... geen chemicaliën voor gebruikt zijn. Ik vind dat je het echt terugvoelt in het product.